Hoi allemaal. In deze laatste stap van het oplossen van de 4x4 kubus ga ik twee verschillende soorten pariteit of parodieën aan je laten zien. Die kunnen voorkomen tijdens het oplossen. Eigenlijk zie je al dat het niet goed gaat bij het oplossen, bij deze parodie, bij het oplossen van het grote gele vlak. Mijn advies is dan om te doen alsof, want je zal, als je hem vaker gemaakt hebt, zal je snel genoeg herkennen dat deze situatie ontstaat. Dus doe gewoon alsof deze hoekjes, deze vlakjes goed gepositioneerd zijn. Anders kan je dit algoritme van de parodie al op die stap uitvoeren als je dat niet lukt. Dus probeer hem op te lossen alsof dit niet is, totdat je op dit moment komt dat hij helemaal is opgelost, behalve deze twee vlakjes. Om deze pariteit op te lossen volg je het volgende algoritme uit. Ik zet het algoritme in beeld zodat je het zelf goed kan volgen. En op de website van kubuspuzzle.nl kan je de algoritmes ook terugvinden. Het is een kleine r, dat is de middelste, dus ri, u2, l, f2, li, f2, r2. Je ziet dat ik hem terugdraai. U2, R, U2, RI, U2, F2, R2. Je ziet hem al komen. Ja, is een beetje vast. En weer F2. En zoals je ziet hebben we deze pariteit volledig opgelost. De andere parodie die kan voorkomen is dat het gele vlak wel gewoon opgelost wordt, maar dat je niet in staat bent om de laatste randen goed op te lossen. Eigenlijk is het algoritme om deze parodie op te lossen een stuk makkelijker dan het vorige algoritme. Ik zal hem voordoen, hij verschijnt ook weer in beeld. Het is de bovenste twee lagen, U2, U2, dan de rechts twee lagen twee keer. R2, alleen de toplaag, U2, alleen de kleine r, R2, nog een keer U2, dubbel R2 en dubbele U2. Zoals je ziet hebben we de hele kubus nu opgelost. Dit was de laatste video over de 4x4 en ik ga me nu eventjes bezinnen op welke video hierna komt. Dankjewel.